Tot zover deze uitzending van RTL Late Night. En normaal gesproken zou ik zeggen, morgen ben ik er fris en fruitig. En daar ben ik ook morgen fris en fruitig. Alleen ik heb een toevoeging. Ik ga stoppen met RTL Late Night. Dat is niet op eigen verzoek. Dat is op verzoek van de leiding van RTL 4. RTL heeft me gevraagd om te stoppen. Omdat zij vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. Ik ben het niet met die beslissing eens. Ik respecteer de beslissing wel. De afgelopen 5 jaar heb ik met echt ontstellend veel plezier dit programma gemaakt. Met alle medewerkers die hier ook allemaal aanwezig zijn. Waar ik trots op ben. Ik ben trots op wat we hebben laten zien. Ik ben trots op het feit dat we een programma hebben neergezet dat er nog niet was. En dat er na 5 jaar en op 23 maart 1000 uitzendingen er nog steeds is. Als we uiteindelijk stoppen op 1 juli, want ik ga wel door tot 1 juli... dan hebben we er ongeveer 1080 gemaakt. Was het allemaal goed? Nee. Was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven? Ja. En daarom zeg ik met trots, oké, de zender kiest wat anders. En dat respecteer ik echt. We zijn zelfs aan het praten om welke manier we met elkaar doorgaan. Er komt iemand anders. In het persbericht dat hierna zal verschijnen, zal alles instaan. Maar ik wilde per se dit zelf zeggen, omdat dit programma me heel dierbaar is. Ik ben er heel blij mee. En, mag ik daar iets over zeggen? Ja. Ik vind het een heel opportunistische beslissing. En ik vind dat de laatste tijd in de kranten tegenover het programma en tegenover jou een soort hetze is gevoerd, waar ik de rationaliteit geen moment van heb begrepen. En dat de leiding van RTL daar gevoelig voor blijkt, voor stemmen uit de pers en voor kijkcijfers, terwijl je volgens mij, je hebt eerder dit jaar een programma gemaakt over de Veiligheidsraad, waar je een dieptepunt had in het aantal kijkers, maar wat volgens mij een ongelooflijk goed programma was. Mm. En het is raar dat we in Nederland voortdurend geregeerd worden door kijkcijfers en dat de kwaliteit niet meer telt. Ik vind het onverdiend, dus ik ben het met je eens, maar ik vind je wel ongelooflijk dapper dat je het op deze manier zegt. Ja, goed dank. Tot morgen.